de spelers van Oranje die hebben zoiets van, ja, wacht eens even. We speelden gewoon tegen een topland. Geen doelpunt weggegeven. 0-0, puntje. We staan bovenaan, dus het is eigenlijk hartstikke goed. De NOS Voetbalpodcast EK-editie. Met Arno Vermeulen. Welkom beste podcastvolgers bij de NOS Voetbalpodcast. We zijn er weer in Nederland en Duitsland. U kunt die podcast, nou, ik neem aan op maandagochtend beluisteren trouwens, ook te zien op YouTube met de beelden erbij. Ragnar Niemeyer zit in Duitsland. Thierry Boon is daar ook. Ik zit gewoon keurig in Nederland. Beste mannen, we gaan een aantal dingen even langslopen rondom het EK. We gaan terugkijken naar de wedstrijd van vanavond. De wedstrijd de van vanavond. Daar gebeurde ook nogal wat. Maar eerst even Thierry, jij bent Oranje volger. Je zit elke dag in het kamp van Oranje. Er was vandaag sowieso veel te doen rondom het Nederlands elftal. Er waren veel interviewmogelijkheden. Dus je zat er met je neus weer eens bovenop. Hoe is die sfeer eigenlijk in het Oranje kamp? Ja, die sfeer is denk ik in dat kamp zelf wat beter dan bij een doorsnee Oranje fan, krijg ik het gevoel, na die 0-0 tegen de Fransen. Ik heb het idee dat de doorsnee Oranje fan zoiets had van, dit was toch wel heel erg laf voetbal en we zijn goed weggekomen. Maar dat de spelers van Oranje, die hebben zoiets van, ja, wacht eens even, we speelden gewoon tegen een topland, geen doelpunt weggegeven, 0-0, puntje. We staan bovenaan, dus het is eigenlijk hartstikke goed. En als we dan de eerste die we konden spreken vanmorgen, dat was de aanvoerder Virgil van Dijk. En als we hem moeten geloven, dan is de spirit, die is er gewoon nog daar bij Oranje. Dat is eigenlijk nooit een issue, eerlijk gezegd. Iedereen zit er goed in en heeft vertrouwen in elkaar. En weet dat hij belangrijk kan zijn op elk moment die de massa komt. En ja, wat de buitenwereld daarvan zegt, ja, daar heb je geen invloed op. Nee, we komen zo nog terug op Oranje, maar toch nog één vraag erover. Hij doet er wel makkelijk over. Dat is ook wel zoals Virgil van Dijk, denk ik, in elkaar zit. Maar is het helemaal geen issue bij de spelers of de staf dat men in Nederland, denk ik, kritischer is dan ze eigenlijk vinden dat terecht is? Nou, ik denk dat we onder de vorige bondscoach ook al flinke discussies hadden. Louis van Gaal toen in Qatar. Ik denk dat deze spelersgroep daar wel gewend aan is geraakt. En Koeman zei ook voorafgaand aan het EK al, we kunnen nooit voldoen aan alle verwachtingen van die Nederlanders. Dus daar hebben ze best wel maling aan, denk ik, hoor. Ragnar, je zit in Leipzig. Ja. Hotelkamer ongetwijfeld. Waar zit je eigenlijk? Ja, het is wel grappig, want je ziet die gordijnen hierachter. Er zit een groot dakterras. En als je daar naar beneden gaat, 50 meter verderop is die fanmijlen, zeg maar. Dus als je hier naar buiten gaat, dan, ja, ik kan zelfs nu het podium nog zien, zeg maar, de top ervan. Dus hier stonden, ja, ik weet niet precies hoeveel mensen daarop kunnen, maar duizenden Duitsers in ieder geval vanavond met lichtjes en van links naar rechts, et cetera. Alsof je van links naar rechts? Soort. Ja, dat hebben ze hier ook al. Van links naar rechts heet het, geloof ik. Maar dat hebben ze hier ook bedacht. En ja, goed, je kunt het dus helemaal als vanuit een soort skybox kun je het zien. Ja, jij zit dus in die skybox. Maar sterker nog, ik hoorde net het laatste nieuws dat van links naar rechts in de Duitse, weet ik veel, het zal het zijn, laten we zeggen top 50, gewoon eerste staat. Dus de snollebolletjes scoren als een gek in Duitsland, ja. Okay, ik heb begrepen dat het aantal braadworsten wat verkocht is met 60% gestegen is tijdens dit EK vergeleken bij een normaal jaar. Dus zo heb je ook weer andere cijfers. Ja, en je kunt nagaan wat ze normaal al verkopen. Maar is dat dan, zit je op dezelfde plek waar Jeroen Elsen een paar dagen geleden met zijn koffers die verkeerde deur nam en toen ineens gewoon voor dat hele grote scherm stond, waar een paar duizend mensen naar staan te kijken? Nou ja, dat hebben we in die podcast uitgelegd. Ik denk dat hij daar ook zat, hè? Ja, ja, volgens mij was dat hier. Ik hoop overigens dat dat was volgens mij hier. Ja, ja. Ja, ik wilde zeggen, er was ook nog iets met een hotelrekening ergens in Hamburg. Hetzelfde hotel, maar dat wordt geregeld. Misschien kunnen we elke avond een anekdote vertellen over Jeroen Elsoff. Maar dus kijk even uit welke deur je neemt. Je kunt de verkeerde deur nemen en dan kijken er 5000 Duitsers naar je. Van, wat doe jij voor mijn scherm? Ja, dat kan, ja. Oppassen. We gaan even naar de... Na vanavond waren twee wedstrijden natuurlijk. De Schotten hadden nog een kleine kans om zich te plaatsen eventueel voor de volgende ronde. Maar toch wel de topper was die tussen het thuisland en het neutrale Zwitserland. Match of the day. Wolf, Heurig, Strolken, Meester, Paulin, Strolken, Spitz, Mremmel, Freunde, daar met de Basis, Bitti. En dan is het goal voor Zwitserland. Totaal een doeltreff zum 1-0 in de 28e minuut. Na een wonderbare samenspel. Oei, dat heeft mij wel zo goed gedaan. Zo is het nog niet zo gek lang geleden dat Duitsland dacht om 1-0 te komen. En nu is het 1-0 voor Zwitserland. Komt er nog een schot van afstand of zo? Andrich-achtige bal. Deze kan ook.
Füllkrug hiervoor binnen de lijnen gebracht. En dan doet Duitsland het toch. Het was best wel een spectaculaire wedstrijd, die tussen Zwitserland en Duitsland. Is de grootste conclusie misschien wel dat Duitsland toch een beetje tegenviel in dit duel? Ze hadden het echt heel lastig met de Zwitsers en maken heel laat weer via die Füllkrug, die wel eens topscorer kan worden van dit EK, een De een Duitse Weghorst, hè? Ja, ja, misschien ietsje beter nog. Is dat het verhaal? De Duitsers niet zo goed als we misschien toch het begin van dit toernooi verwachten, omdat ze eenmaal tegen twee tegenstanders speelden die eenmaal stukken minder waren dan deze Zwitsers? Ja, ze hebben natuurlijk meteen met die eerste wedstrijd iets neergezet wat bijna ook niet meer te overtreffen is. En dat was zo goed, zo overdonderend en he, modern, zeg maar, hoe er gespeeld werd. Ja, als dat meteen de meetlat is waar je het langs gaat leggen, dan wordt het allemaal natuurlijk wel vrij ingewikkeld om het daarna beter te doen. Het was 2-0 tegen Hongarije in die tweede wedstrijd. En ik heb wel genoten, moet ik eerlijk zeggen, hoor. Zeker ook van die Zwitsers, want die kregen echt kansen. En ik hoorde die Duitse commentator ook zeggen van ja, weet je, het was er vandaag allemaal uiteindelijk net niet. En nou ja, dat is volgens mij ook wel een beetje het verhaal. Het was er gewoon net niet. Nee, we hoorden ook in dat fragment die afgekeurde goal. Ik vroeg me eigenlijk af, maar we zullen het binnenkort toch eens even uitzoeken, denk ik. We zullen het niet zomaar kunnen ophoesten, maar ik heb het idee dat het er heel veel zijn. Jullie ook? Ja, we hebben in ieder geval Lukaku al gezien, die in zijn eentje al verantwoordelijk is voor 3 afgekeurde goals. Maar nog even over die Duitsers, want er was de afgelopen dagen in de Duitse media en ook in Wolfsburg was een beetje onderling een discussie van, moeten ze eigenlijk wel gaan winnen? Want als je eerste wordt in die pool, dat kan wel eens nadelig zijn, omdat je dan in een veel zwaarder schema, veel zwaardere kant van het schema terechtkomt. Dus ja, gaat Spanjaarden er zitten en die wil iedereen natuurlijk ontlopen. Precies, dus ik dacht, ja, dit gaat eigenlijk perfect voor die Duitsers. Ze laten het lekker lopen. Iedereen is ook meteen weer op scherp. Want na die eerste 2 wedstrijden inderdaad liep iedereen hier de Polonaise en dacht, het wordt weer zo'n mooie zomer. Ik dacht, dit is perfect. Maar ja, dan Füllkrug, die zorgt er toch weer voor dat ze eerste worden. En dat kan uiteindelijk best wel onhandig zijn. Volgens mij werkt het zo niet. Als ik die mensen zeg maar vanaf mijn dakterras vanavond heb bekeken, die nemen geen genoegen met een nederlaag tegen Zwitserland. Dat zorgt gewoon voor ja, de onderbreking van het feestje, van het beleving van het thuispubliek. Kijk, die spelers in het veld die gaan ook niet zitten rekenen, want ik heb nog nooit een speler gehoord. Ik snap wat je zegt, Thierry, maar een speler die niet wil scoren in zo'n wedstrijd, en zeker zo'n EK in eigen land, ik bedoel, kopieer het even naar de Arena of naar de Kuip, dat Nederland daar zou spelen, ja goed, je houdt je echt niet in. Dat kun je gewoon niet maken, ook al snijd je jezelf daarmee misschien in de vingers of schiet je jezelf in de voet? Nagelsman wilde met dezelfde spelers beginnen. Hè. Dat heeft hij ook uitgelegd op de persconferentie vooraf. Hij vond het eigenlijk gek om vol spelers met geel te rusten. Hij zegt, want dan heb ik te weinig vertrouwen in spelers die het eventueel zouden moeten overnemen in dit toernooi als iemand geschorst raakt. Nou, hij heeft zijn zin. Jonathan Tah kreeg een gele kaart. Dat is een tweede in dit toernooi en kan dus niet spelen in de knock-outfase. Heeft hij dan wel of niet gelijk, Nagelsman, met zijn aanpak? Ja, ik heb altijd het idee dat niet zo'n hele goede verdediger is. Ik bedoel, dat het niet een speler is die volstrekt onmisbaar is en niet is op te volgen of te vervangen door een andere speler. Ja. Maar goed, hij staat natuurlijk niet voor niks in de basis. Maar Slotterbeck is de vervanger en die zal gaan die spelen. Juri Mulder zei, ja, ik was in Baren bij onze collega's die een televisieuitzending maakte. En Juri Mulder, die de Duitse voetbal wel goed volgt, die zei, het komt misschien wel goed uit. Slotterbeck is linksbenig, dus hij krijgt nu straks een linksbenige en een rechtsbenige centrale verdediger. Nu stonden er 2 rechtsbenigen. Dus toen zei ik ook nog van, nou, misschien heeft hij het dus toch geofferd. Ja, maar die heeft volgens mij ook wel een tijdje vast in de basis gestaan. En nog niet zo heel lang geleden. En ook natuurlijk wel, neem aan dat hij speelde, die Champions League finale gespeeld. Met Dortmund het gewoon goed gedaan. Krijgt wel eens kritiek hoor, maar ik vind dat niet per se dat je elftal slechter wordt. Hè. Ik bedoel, als je Musiala moet missen of je moet Gundogan als aanvoerder missen. Of hey, je kunt er nog wel 1 of 2 bedenken. Natuurlijk Toni Kroos wat te denken. Ja, dan heeft dat volgens mij veel meer invloed dan Jonathan Tah. Dat gaat ze niet de Europese titelkosten of opleveren. Ik wil het over de Zwitsers hebben, want ik keek die wedstrijd. De Zwitsers staan 1-0 voor met de rust. En de eerste 5 minuten van de tweede helft was niet normaal. Ze zetten die Duitsers met die voorsprong totaal vast. Duitsland had geen enkele wapen eigenlijk om daar onderuit te komen. Leed balverlies. Dat was een hele goede fase van die Zwitsers. Die later ook nog wel 2-0 hadden kunnen maken. Keeper lag in de weg bij Duitsland. Het doelpunt afgekeurd, ook van de Zwitsers. Hoe goed zijn die eigenlijk? Want het is een team dat nu 5 toernooien op rij, EK's en WK's, altijd in de knock-outfase komt.
Dus twee vragen. Hoe goed zijn ze en blijven ze nog langer onderschatten? Ja, ik wist dat is natuurlijk wel een team wat er altijd bij is. Hè? En het heeft natuurlijk ook heel veel spelers met een... Ja, met roots die daar niet vandaan komen. Hè. Het is eigenlijk best wel een bij elkaar geraapt elftal. En volgens mij win je er gewoon niet makkelijk van. En ze zijn natuurlijk niet voor niks altijd erbij. Het zijn geen supersterren. Maar kennelijk toch erg taai om tegen te spelen. Ja, nou ja, individueel. Akanji achterin is natuurlijk wel Europees. Jawel, natuurlijk. Maar zo heeft elke ploeg wel een aantal. Hè. Dat hebben de Tsjechen, die hebben er ook wel één of twee. Maar... Ja, goed, het is de vraag in Amsterdam hoeveel mensen kennen een Zwitser. Nou, dan houdt het heel snel op. Maar ze zijn wel taai. Nou, we gaan morgen even doen. Gaan we een kamerploeg naar Amsterdam. En dan vraagt ja. kent u een Zwitser? Uitstekend. Lijkt me een leuke vraag. Ik begon met te zeggen, viel Duitsland eigenlijk een beetje tegen. Ze stonden wel heel snel al heel hoog op de favorietenlijst. Zijn ze er bij jullie af? Zeker als je ook Spanje in de groepsfase hebt gezien. Nou, bij mij zijn ze zeker niet af, maar eigenlijk zegt zo'n groepsfase niet zo heel veel over zo'n toernooi. Hè? Ik bedoel, het gaat pas beginnen na die groepsfase. Voorbeelden van Nederland zelf al ook genoeg. Ik denk dat het belangrijkste was die eerste paar wedstrijden voor het Duitse team om het hele volk erachter te krijgen. Nou ja, dat is wel gebeurd. Dat horen we ook aan Ragnar en zijn plein. Ik denk dat de grootste winst is voor Duitsland. En ze moeten nu na de groepsfase echt laten zien wat ze waard zijn. Maar ik denk eigenlijk best wel een hoop hoor. Er was nog een andere wedstrijd tussen de Schotten en de Hongaren. Uiteindelijk diep in blessuretijd wint Hongarije met 1-0. Dat betekent dat Schotland sowieso is uitgeschakeld. Hongaren hebben nog een hele, hele kleine kans. Je weet het niet in dit toernooi. Er was een ongelooflijk vervelend incident nadat Varga, de aanvaller van de Hongaren, zwaar geblesseerd raakte op het veld. Wat hebben jullie kunnen zien? Focuste iets meer op die andere wedstrijd. Maar ik heb me ook iets meer gefocust op die andere wedstrijd. Maar op een gegeven moment krijg je berichten binnen op je telefoon. En het fijne van de NOS-player tegenwoordig is dat je heel makkelijk kunt terugspoelen. Sterker nog, de hoogtepunten kun je terugkijken. Goals, dat is echt perfect. Nu deed ik het voor een andere reden. En dan kijk je terug en dan schrik je. En dan met name vanwege de reactie van de spelers. Je ziet paniek in de ogen. Zij zien hoe Varga erbij ligt. En zij weten hoe het dan met hem is. En als je daar dan paniek in de ogen ziet, dan ga je zelf ook weer terugdenken aan allemaal recente voorbeelden die we inmiddels hebben gehad. Dan gaan daarna die doeken ook nog eens omhoog. Dan krijg je het helemaal benauwd. En dan zie je ook nog dat de Zwitsers dat ze vinden dat het niet snel genoeg gaat, de hulp. Dat de brancard, die moet veel eerder richting hem toe. Ja, dan krijg je echt rillingen over je lijf als je dat ziet. Dan is het daarna nog, want het had mogelijk een penalty kunnen zijn. Dan komt er een check. Ik voelde ook heel vreemd. Ik snap dat het moet gebeuren, maar het voelde echt totaal niet op zijn plaats. Uiteindelijk is die VAR-check was ook snel over, hoor, moet ik zeggen. En dat dan op het eind, dat ze dan toch nog winnen. Echt diep, diep, diep in blessuretijd. Die blessuretijd was er vanwege dat moment. Dat maakt het dan wel weer mooi. Ik heb geen idee hoe het nu met Varga is. Laten we hopen dat het alsjeblieft meevalt. Maar ik gun het enorm, die late goal. Ja. En we gaan kijken naar het Nederlands elftal. De dag van Oranje. Thierry, jullie hebben dus veel spelers kunnen spreken. Dat was zo'n tafeltjesessie, zoals dat heet. Maar ook een echt persmoment. Dus het was hard werken vandaag. Nou. Dus aanhalingstekens. Jij zegt het. Vertel eens, je sprak onder andere, jullie spraken onder andere Virgil van Dijk. Ja, dat was eigenlijk nog het minst schokkende. Het minst boeiende zo ongeveer. Virgil van Dijk heeft altijd goede uitspraken, hoor. Begrijp me niet verkeerd, maar blijft altijd wel op de vlakte. Dat was in de ochtend. Het belangrijkste wat hij zei is eigenlijk, in het team is het vertrouwen is gewoon nog aanwezig. Is misschien wel gegroeid na die 0-0 tegen de Fransen. Jerdy Schout had een beetje hetzelfde verhaal. Hij zegt, ja, we hebben laten zien dat we ons kunnen meten met de top. Maar in de middag werd het pas echt leuk. Want toen was de persconferentie waar ook internationale pers dan bij mag zijn. Dat was in het stadion van Wolfsburg. En daar zaten Cody Gakpo en Wout Weghorst. En het was echt gewoon de grote Wout Weghorst show. Alle vragen gingen naar hem. Hij ging rustig zitten. Hij in het Duits, in het Nederlands. Hij gaf overal antwoord op. En hij genoot zichtbaar. En daardoor genoot Cody Gakpo naast hem ook. Want die zei eigenlijk,
ja, bijna niks. Die zat alleen maar naar rechts te kijken en nou, lekker bezig, Wout. Ja, het deed mij terugdenken aan Qatar. De persconferenties van Louis van Gaal, er gebeurde altijd wat. Nou, nu met Koeman is het echt wel een stuk rustiger, een stuk saaier, mag ik wel zeggen. En eindelijk gebeurde er weer wat, dus daar heb ik toch wel met veel plezier naar gekeken. Ja, ondertussen heeft diezelfde Wout Weghorst wel door dat de positie van Memphis onder druk staat. En hij denkt dat een basisplaats dan ook steeds dichterbij komt. Jawel. Ik denk dat ik kwaliteiten heb waarbij ik dit Nederlands elftal beter kan maken. En uiteindelijk hoop ik dat ik dat zoveel en zo vaak mogelijk kan laten zien. En natuurlijk is het logisch dat jij... Dat je graag in de basis wil. En natuurlijk is het logisch dat je, ja, dat je er alles aan doet om dat voor elkaar te krijgen. Ragnar, dinsdag speelt Nederland dus tegen Oostenrijk. Een heel simpel en kort antwoord. Het gaat vooral om die spitspositie, die strijd. En die strijd wordt eigenlijk al feller. Weghorst profileert zich, vindt zich eigenlijk wel eerste spits. Veel mensen vinden ook eigenlijk dat Sirikzee een kans zou moeten krijgen, die een goede indruk op de trainingen maakt en die misschien een megatransfer naar Juventus gaat maken. Mm-hmm. Memphis, wie moet erin? Ragnar. Ja, ik heb wel het idee, hoeveel mensen hebben Sirikzee nu werkelijk afgelopen seizoen zien voetballen dan? Hè? Ik bedoel, ik kan zelf zeggen dat ik best wel een aantal wedstrijden heb gezien waarin hij 90 minuten meedeed. Maar ik vraag me dat altijd een beetje af. Het is ook een beetje makkelijk aan de buitenkant. Van? Ik snap wel Weghorst, omdat die, die levert, hè, dat is dan zo'n term tegenwoordig die ik veel hoor. Die maakt zijn doelpunten, Memphis die plaatst zichzelf, dat was Pieter Visser volgens mij, daar ben ik het mee eens. Ook een beetje buiten de groep, hè, een beetje de show van Memphis moet het dan worden, terwijl er eigenlijk niet veel uitkomt. 9 van de 10 keer kiest de trainer uiteindelijk voor een speler die gaat die doelpunten maken. Maar ik vroeg wie jij zou kiezen. Dat is een hele simpele vraag. Nou ja, goed, het is even een lange introductie. Tegen Oostenrijk, ja, waarom zou die Weghorst dat niet verdienen? Doe dat maar een keer. Zo geweldig was het allemaal niet voorin. Dus in ieder geval op die nummer 9 positie. Maar was Memphis voor, echt zo slecht? Zeg je voor Wout Weghorst. Thierry, zeg het maar. Ik ben toch nog team Memphis. Ik denk ook dat Koeman hem sowieso nog het vertrouwen geeft, hoor. Memphis tegen Frankrijk was natuurlijk niet goed. Veel balverlies, dat klopt. Hij stond op een eiland, dat zei hij zelf ook. En natuurlijk stelt hij zichzelf ook een beetje teleur. Maar tegen Polen was het helemaal niet zo slecht. Hij maakt alleen geen goal. Vervolgens komt Weghorst erin en dat wordt de grote held. En ik snap dat het publiek ook... Het klinkt ook gewoon lekker. Woutje Weghorst. Ik snap best wel dat zij voor Weghorst zijn. Maar de paai heeft het echt niet zo slecht gedaan. Ik vind dat hij wat meer krediet verdient. Misschien is het ook omdat hij zelf zoveel verwacht. En dat hij inderdaad een hoofdband draagt. Dat hij net even iets anders is. Dat hij een plaatje uitbrengt. Ja, het zorgt ervoor dat wij nuchtere Nederlanders misschien niet zo fan zijn van Depay. Nou ja, ik eigenlijk stiekem wel. Dus geef hem het vertrouwen. Hij heeft genoeg laten zien in het Nederlands elftal. Ja, maar daar komt toch ook die discussie vandaan. Ik bedoel, Weghorst, hè, dat is een beetje een type Dirk Kuyt. En kort voor de kop, gewoon een down-to-earth figuur waar 9 van de 10 mensen zich volgens mij makkelijker mee identificeren dan met een moeilijke rapper, hè, met hoofdbanden. En ja, het is natuurlijk een beetje je hoofd boven het maaiveld uitsteken. En dan maak je bij niet iedereen vrienden. En ik denk dat dat misschien nog wel meer een rol speelt bij het publiek of bij mensen. Wie dat dan maar tegelijkertijd, Ragnar, loopt iedereen met zijn hoofdband nu. Ja, dan ben ik toch wel een tijdje weg uit Nederland nu. Maar dat is hier nog niet... Bij de wedstrijden. Ik zie alleen maar Nederlandse fans met van die hoofdbanden. Dus het zullen ook nog wel wat Memphis fans zijn, hoor. Ja, maar wel voor wedstrijden heb je. Die hebben het toch niet over de straat in Amsterdam, begrijp ik. Nee, daar gaan we morgen pas langs. Ja, daar gingen we morgen. Dat doen we korte vraag nog over Memphis. Want je kunt ook je vragen insturen. En wij voetbalpodcast.nl, sorry. Robert Gouda zegt, die vrijtrappen van Memphis, dat kan toch niet? Kan daar nou een keer iemand anders achter gaan staan? Ze gaan of in de muur, of ze gaan naar de tweede ring. Ik kan me inderdaad ook geen goede vrijtrap van Memphis Depay, zeker niet in het oranje shirt, herinneren. Zijn jullie daar wel mee eens? Iemand anders een keer proberen? Ronaldo, die neemt ze ook altijd, maar die maakt er ook nooit eentje. Nee, moest ik ben eigenlijk heel erg anti-Memphis, zit ik opeens te denken. Nou ja, geen fan.
Ik vind het niet een echte nummer 9 voor nee, de Nederlandse maar elftal. Nee, er zijn geen alternatieven. Kijk, tuurlijk, ik vind ook ja, van er zijn, Memphis. Er zijn ik heel bedoel, veel alternatieven, Thierry. Nee, dat die nee, alternatieven zijn ook niet goed. De Memphis is de enige spits die een beetje richting die subtop hangt. Want denk maar na, hè, PSV, hartstikke goed. Olympique Lyon, de grote man. Maar ja, probeert hij bij een topclub. Manchester United, Barcelona, Atletico Madrid. Komt hij gewoon tekort. Dus hij is net dat niveau daaronder. Nou ja, dat is eigenlijk helemaal niks om voor je. Om je voor te schamen. Ik denk dat hij zelf wel had gehoopt dat hij nog een leveltje hoger kan. Nou ja, dat zit er niet in. Maar Zirkzee, die heeft nog nooit een interland gespeeld. Tuurlijk heeft hij een goed seizoen bij Bologna gehad. Ja. Maar die zou eigenlijk gewoon niet meegaan dit EK. Dan zou het toch wel heel gek zijn als Koeman die ineens eerste spits maakt. Ja, maar kijk even naar bijvoorbeeld Italië. Ik bedoel, die zie ik van de week tegen Kroatië. En dan zie je nu ook, daar gaat gewoon wat veranderen omdat het niet goed liep. En die Scamacca speelt 2 wedstrijden. Goed seizoen gedraaid hè, bij Atalanta. Daar is iedereen het over eens, ook zeker Europees. Hè, goals tegen Liverpool. Maar ja, dan gaat er op een gegeven moment gewoon wat veranderen. Dus omdat het gewoon op die positie dan 2 wedstrijden niet geweldig loopt. Ja, volgens mij is dat ook wel een beetje om de boel erbij te houden. Hè. Dat heeft misschien ook wel Luc de Jong uiteindelijk zijn plek in de selectie gekost. Die nooit mee mocht doen de vorige keer op het WK. Die dacht op een gegeven moment van, laat me zitten dan. Denk dat ja, dat Thierry, bij hem... Toch ben ik het niet helemaal met je eens. Dit toernooi zie je ook spelers die een tweede, derde interland spelen voor een land. En gewoon prima voetballen en een goal maken. En als je nou eenmaal iemand nooit opstelt, dan kun je ook niet aan je eerste interland komen. Bovendien zie je bij veel ploegen dat jonge spelers er met kop en schouders boven uitsteken. En helemaal niet die schroom hebben, of ze nou 16 zijn of 20. Dus dan kun je ook zeggen, we zijn veel te afwachtend, veel te angstig om met een jonge spits, relatief jonge spits als Zirkzee. Nou ja, we hebben Xavi Simons. Eigenlijk moet hij het goudhaantje zijn, hè? Het jonkie ja. Die het zou moeten laten zien. Maar voor de rest hebben we ook niet zo heel veel ervaring voorin. Hè? Memphis is, wat is het, 95 in het land, geloof ik. Het staat er nergens dat je per se met ervaring moet spelen? Nee, dat staat nergens, maar het is toch wel belangrijk. Duitsland heeft ook 2 aanvallers die niet ervaren zijn. Hè? Maar kijk ook naar het middenveld van het Nederlands elftal. Dat zit allemaal onder de 10 interlands. Ik denk dat het best wel eens fijn kan zijn om ook gewoon eens... Memphis is toch al jarenlang bepalend in Oranje. Tuurlijk is hij niet altijd bij geweest. De laatste 2 jaar geen goede interland bijna gespeeld. Hè? Nee, maar dit is zijn eerste toernooi eigenlijk. Dit wordt sinds jaren waarin hij weer gewoon fit. Hij was de voorbereiding was hij fit. De voorbereiding was hij goed. Dat maakte indruk. Ik begrijp eigenlijk niet waarom het ineens zo'n discussiepunt is. IJsland. Ja, maar dat hij tegen Frankrijk er geen 3 inschiet. Ja, dat had Brian Brobbey ook niet gedaan. Dat Joshua Zirkzee ook niet gedaan, hoor. Nee, ik ben ook wel benieuwd hoe dat, niet om het bij het Nederlands elftal weg te halen. Want dat is natuurlijk het interessantste. Maar wat zou zo'n Vulkroeg dan bijvoorbeeld nu ook denken? Hè? Ik bedoel, die komt ook vanaf de bank. Maakt doelpunten. Ja, bedoel, krijgen we die discussie in Duitsland dan ook? Moet hij dan spelen? Denk of ik, wel. Havertz, maar ik denk zeker dat in de knock-outfase de discussie of Havertz of Vulkroeg moet beginnen in Duitsland. Ja. Zeker gevoerd zeker worden. Zeker omdat er ook aardig wat Duitse krantjes gevuld moeten worden natuurlijk. Havertz die helemaal geen indruk maakte en Vulkroeg wel. Dat is niet anders dan in Nederland. We zijn echt op tijd jongens, dus we moeten even door. Kort het liefste even de oranje dag van morgen, Thierry. Ja, het is morgen alweer matchday minus one. Hè? Dat betekent dat het Nederlands elftal om 12 uur traint. Dat is allemaal besloten hier in Wolfsburg nog op het basiskamp. Dat betekent... dat is trouwens niet waar. Ik verspreek mezelf. Een kwartiertje is het open. De rest is wel besloten. Vandaag was de hele training besloten. Daarna gaan ze met de trein. Jawel, met de trein. Goed voor het milieu. Gaan ze naar Berlijn. Ruimt ook nog. En daar is 's avonds om 19:15 is er een persconferentie. Daar schuift Koeman aan met een speler. De laatste keren eerst was het Virgil van Dijk, daarna Nathan Aké. Dus dat zijn ervaren jongens, belangrijke gasten voor het team. Dus ik denk dat Koeman morgen ook gewoon om iedereen een teken te geven. Hier zit Memphis Depay naast mij en hij gaat de dag erna gewoon spelen. Gaan we morgen zien. Albanië tegen Spanje is de wedstrijd om 9:00 in dezelfde groep. Natuurlijk Kroatië tegen Italië. En die laatste wordt een knaller. Kroatië heeft nog kans. Moet van Italië winnen en dan kan Italië daar nog echt problemen door ondervinden. Gaan we morgenavond allemaal zien op NPO 1, NPO 3 bij Langs de Lijn onder andere te horen en verder volgen we het ook online. Dank je Ragnar, dank je Thierry. Slaap wel in Duitsland. Morgen gezond weer op. En dan morgenavond ook weer een NOS voetbalpodcast die we dan publiceren. 'S avonds laat en in ieder geval zult u hem op het algemeen 's morgens beluisteren. Tot snel.